Hey, hallo allemaal. Vandaag laat ik je zien hoe ik dit jaar mijn kerstkaarten ophang. Je kan ze natuurlijk gewoon op een kastje zetten of aan een touwtje hangen, maar ja. Ik ga het dus ietsje anders doen dit jaar en dat ga ik je laten zien in deze video. Wat je nodig hebt is een schattige kleine slinger. Ik kocht deze bij de Action. Kerstkaarten om op te hangen, ook niet onbelangrijk. Knijpertjes, deze komen ook van de Action. Ik heb gekozen voor leuke houten knijpertjes. En verder heb je eigenlijk alleen een muur nodig waar je het kan hangen. En een plakband en een schaar. Ja, het is echt zo simpel. Je kan plakband gebruiken zoals ik net al zei. Moet je wel even zorgen dat het goed vast zit en dat je niet te veel kaartjes eraan hangt. Maar je kan ook gewoon duct tape gebruiken. Dit is het leuke vrolijk kleurtje van de HEMA. Zo, de eerste slinger hangt. Ik ga nu even de kaartjes ophangen en kijken of ik er nog eentje nodig heb. Hij is klaar! Het wordt nu al een beetje donker en ja, we hebben toch nog niet zo heel veel kerstkaartjes. Ik heb mijn eigen kerstkaartjes daarop gehangen. Maar ja, als er nog meer kerstkaartjes binnenkomen, dan maak ik nog een andere slinger erbij. En dan kunnen alle kerstkaartjes eraan hangen. En ja, ik doe misschien nog even een shot erbij van hoe het er overdag uitziet. En hoe het eruit ziet als ik nog een ander lijntje heb gemaakt. Maar voor nu vind ik hem hartstikke leuk geworden. Laat in de reacties weten hoe jij jouw kerstkaartjes neerzet, ophangt, wat je met je kerstkaartjes doet. En ja, als je deze video leuk vond, doe een duimpje omhoog. Als je vaker video's van mij wil zien, dan kun je je abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan zie ik je weer bij de volgende video. Tot ziens!